tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 24. En dat is van maandag 8 juni tot en met zondag 14 juni. Dus dan een kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof er even een week is waarin je wat rust neemt, wat afstand neemt, dingen moet verwerken. Ik heb het idee dat je even dingen niet graag op een andere manier wil zien. Je weet dat er een bepaalde verandering moet komen, maar je wil het eigenlijk nog niet loshalen. Hey, je houdt het zo hard vast en juist omdat je het zo hard vasthoudt, wil het eigenlijk heel erg vrijkomen. Hè? Denk bijvoorbeeld maar eens als je een kat of een hond heel erg vasthoudt die dat niet wil. Nou, dan doen ze er alles aan om los te komen en laat je ze los, zullen ze lekker op schoot komen liggen. Tenminste, als ze daar zin in hebben. Hè, dat geldt eigenlijk voor jou deze week ook een beetje. Je hebt het gevoel dat het wat uit je handen glipt en dat vind je heel erg lastig. Het kan zijn dat je er misschien wel een beetje verdriet van hebt. Maar uiteindelijk is er juist die verbinding. Dus juist het stukje dat het gaat veranderen, wat je in eerste instantie niet wil, geeft wel het eindresultaat wat je wil. Dus probeer daar voor jezelf ook heel goed naar te kijken van waarom wil je iets vasthouden wat er misschien niet meer is of wat niet meer vastgehouden kan worden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.